te snel gaat. Want, nou ja, vandaag een leuke dag op de planning. Ik ga eerst even naar een vriendinnetje van mij. Lekker even een bakje doen. Straks wat lekkers halen bij de bakker, neem ik mee. Ik denk dat ik met de scootmobiel met de tram er naartoe ga. Want dat kan naar haar toe. Ze heeft een redelijk makkelijke verbinding. En dan ga ik, want ze woont vlak bij het centrum. En dan ga ik daarna even het centrum in. Even wat cadeautjes kopen en een beetje kerstsfeer opsnuiven. Ook echt helemaal zin in. Want ik heb het net even aan Google gevraagd. Volgens mij blijft het droog vandaag. Hey Google, blijft het droog vandaag? Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Nee, dat doet hij dus niet. Volgens mij wel als je het zo doet. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het bewolkt in Den Haag met een voorspeld maximum van 8 en een minimum van 6. Op dit moment is het 7 en bewolkt. Ze heeft het niet over regen, dus ik ga ervan uit dat het droog blijft. Dus dan ga ik lekker even de stad in. En dan gaan we het weer zien vandaag. Eerst maar even koffie. Ik heb al wel één bakje op, maar de tweede kan er nog best bij. Nou, ik ben al heel wat uurtjes bij Anoushka. Hi. We zitten ontzettend lekker bij te kletsen. En we hebben hier kleine Veerle. Hi. Hallo. Die denkt, wat gebeurt er allemaal met die camera? Kom je even gezellig kijken. Wie is dat? Wie is dat? Ga je naar jezelf zwaaien? Ze dacht om te kijken, wat is dit? Hallo! Dat ben jij, hè? Ja, dat ben jij. Ja. Ja! En straks ga ik lekker naar de stad. Kijken hoe druk het daar is. Ik hoop dat het een beetje rustig is. Maar ik verwacht het nog wel in deze week eigenlijk. Oh, wil je nog een keer kijken? Dat mag. Moet ik hem even zo houden. Kan je nog een keer kijken. Dag. Wat zwaai je? Inmiddels even bij de Primark. Oh, kijk. Och, met mijn nagels. Ik hoop dat jullie niet horen. Ik durf niet zo heel hard te praten. Wat trui die ik even ga passen. Ik ga het niet filmen, want ik sta hier niet zo handig. Maar dat ga ik even doen met mijn nagels. Ik ga langs de kerstmarkt hier in de Maas. Ja, hier ook. Ja, de andere kant is ook. Ja, ik kom op de kerstver. Het is hier heel druk, dus ik vind het heel awkward om te kloppen. Maar ik ga jullie even wat sfeerwereldjes laten zien. Veel groter dan ik dacht, joh. Hier gaat het ook nog helemaal heen. Ook nog een heel plein, gezellig. Nou, hier ook maar even doorkijken. Dat vind ik dan wel weer grappig. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the king of it. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn in de stad. We komen nu weer langs de Bijenkorf. Ik ga je even laten zien hoor. Ik kom allemaal weer rond, dus... Want hij maakt het goed dat hij buiten is met die... Ja.
Dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik ga ook even binnen kijken. Oh, die is wel heel groot. Oh, ik krijg hem ineens omhoog. Maar hij begint ook zo hoog. Is wel cool. Kijk, boven nog een mooie zin. Nou, dat was met recht een hele dag weg. Het begint alweer donker te worden buiten. Ik ging hier toch om 9 uur de deur uit. En het is nu 5:10. Ik ben al wel heel even thuis. Ik moest heel naar geplast. Dus dat heb ik eerst maar even gedaan. Nou, het was een leuke dag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het lastiger vind dan ik dacht om het in het openbaar te vloggen. Dus het zijn allemaal een beetje beelden waarvan ik denk, nou, zouden ze wel leuk zijn. Maar goed, in de edit maak ik er altijd wel wat van. En dan hoop ik dat het gewoon leuk is. Ik vind het dan toch makkelijker als ik met iemand samen ben. Want dan heb je afleiding of zo. En nu voel ik me dan zo bekeken. Maar goed, dat went vanzelf. Ik heb net de post eruit gehad. Ik heb allemaal leuke en lieve briefjes. Dus die ga ik eerst even lezen. En dan zak ik straks af voor het avondeten. En dan zie ik jullie vanavond weer met nog maar 1 adventkalender. Ja, jammer, maar... Aan alle leuke dingen komt een einde natuurlijk. Dat is ook weer zo. En gelukkig heb ik er nog eentje. Daar ben ik wel blij om dat ik ervoor gekozen heb om er eentje later te doen. Dat is dan toch wel leuker. Dus nou, tot straks. Zo. We gaan de adventkalender uitpakken. En wat vinden jullie van mijn nieuwe trui? Cool, hè? Bij de Primark gekocht. Ik heb nog wat andere dingen gekocht, maar die laat ik later vandaag nog wel even... Vanavond nog wel even zien. Maar het is de enige nog. Het is vandaag de 18e. Dus ga ik even nummer 18 opzoeken. Die is hier. En dat is... Ook weer een kwastje. Het is een schuin afgesneden kwastje. Kijk of ik hem open kan maken hoor. Ja, dat kan ik. Niet. Oh nee. Ik dacht dat het een schuin afgesneden kwastje was. En dat is het ook wel enigszins. Maar waar die nou precies voor bedoeld is, ik weet het niet. Ik dacht voor wenkbrauwen misschien, maar dat gebruik ik niet. Nou, misschien is het wel een lippenpencil of zo. Ik heb geen idee. Nou, in ieder geval deze. Ik vind die kwastjes, de laatste twee vind ik dan weer een beetje minder. Maar goed, je kan hier alles leuk vinden. En ik realiseer me net dat ik vanochtend helemaal ben vergeten om jullie... fijne kerst te wensen, want bij jullie is het kerst vandaag. Sorry. Nou, ik hoop dat je een onwijs leuke kerstdag hebt gehad. En dat je morgen ook een hele leuke dag hebt. Want morgen is het natuurlijk tweede kerstdag. Tweede kerstdag heb ik een huis vol. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Maar ik was het gewoon even vergeten. Dus Merry Christmas.